Yo mis, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live video hier op mijn kanaal, Jaraski Gaming. Vandaag spelen wij Free For All potje op de map Exodus. En Exodus is natuurlijk echt gewoon een vieze, vuile poepmap. En daarom ga ik vandaag proberen om dit potje te winnen met een XM53 in mijn handen. We hebben geen normaal wapen aanstaan, we hebben alleen maar deze bezoeken aanstaan. Dat is dus ook het wapen waarmee ik de kills moet gaan krijgen. En wat ik ook aan heb staan is natuurlijk de C4. Dus op het moment dat ik geen kogels meer heb in mijn XM53 blaas ik mezelf op. En dan heb ik wel weer nieuwe kogels. Zo makkelijk is het. Dus vind je dat leuk? Ram natuurlijk zijn kaart op lijken. Dat zou ik in ieder geval super dope vinden. En heeft hij de kill gekregen hoor. En als wij de... Laten we gewoon proberen om vandaag nog... Gewoon binnen 24 uur de... Boom! Oh, die was mis. Wauw. Om binnen 24 uur gewoon de mooie... 2400 likes te halen. Elk uur 100 likes. Dat kunnen jullie sowieso, man. Sowieso natuurlijk ook bedankt voor alle support. Nog steeds. Elke dag. Ik ben al 4,5 jaar, 5 jaar. Hoeveel is het nu? Ik weet het niet eens. Bezig met YouTube. En jullie blijven het leuk vinden. En dat vind ik ook nog leuk. En ik blijf het ook leuk vinden. En daar gaat het natuurlijk ook nog eens om. Dat was fucking kut. Ah, ik deed mijn best, weet je. Ik deed mijn best om hem neer te slaan, maar het ging niet goed. Dat kan wel eens gebeuren. Run, ik heb de kill, ik vind het best. Ik sta nog steeds voor. Oh, ik sta nu gelijk. Oké, shit, dan gaat het moeilijk worden. Gelijk staan is niet hetgene wat je graag... Oh! Ah, erachter, kut. Ik moest zo snel mogelijk schieten, anders was het sowieso verkeerd gegaan. Maar het ging het nu alsnog. Get fucking wrecked. Get fucking wrecked. Ik heb mijn wreckpadje ook op. Jaraski.net/shop. En dan zie je ook dat we daardoor wel even gaan wrecken, hè. Oh, wat? Hij krijgt de kill met de C4. Oh. Whatever, man. Whatever, mate. Enige reden waarom ik mezelf opblaas is omdat ik weer... Wauw. Nieuwe kogels wil. Oh, ik dacht ik blaas mezelf erbij op. Dan ben ik meteen weer dood. Maar ik moest alsnog een C4 gooien gewoon. Zelfde plek. Nieuwe kansen. Niet misschieten, Jan. Dat is het moeilijke, maar... Met misschieten gaan we helemaal... Niks winnen. Ik hoorde hem boosten, vandaar dat ik wist dat hij daar liep. Hier links van me zit er ook één. Oh, lekker voor je! Woehoe! Dankjewel voor de kill. Oké, ik sta nog steeds op dit moment, as we speak, gelijk. Dat is niet voor, dat is niet achter... Heb ik echt niemand getagd gewoon? Daar word ik een beetje bang van, jongens. Oké, dankjewel. Snel mezelf opblazen. Er zitten heel veel... Volgens mij zijn er echt heel veel mensen gewoon elkaar gesessiejoined of zo. Want ik zie allemaal dezelfde naampjes voorbij komen. Nu vind ik dat niet erg, want niemand gebruikt flag jacket, maar... Ik moet er alleen voor wel voor zorgen dat ik snel de kills krijg. Nee, shit, ouwe. Ik was achter iemand aan het lopen. En dan staat hij in één keer naast me. Hoeveel mensen er nog in? Nog wel genoeg. Maar waar de fuck zijn ze dan allemaal? Of ze zitten allemaal te campen. Of... Oh, dat is echt... Dit is gewoon niet aardig, Call of Duty. Dit krijg ik... Hij zit zo hard te camperen. Dan krijg ik eerst een misschot. Terwijl ik vol op zijn poepert schiet. En dan krijg ik nog eens een hitmark. Dit is echt... Dit vind ik niet kunnen, Call of Duty. Ik had die fucking kill gewoon moeten krijgen, hoor. Holy shit. Ik had hem zelfs alleen al moeten krijgen. Gewoon puur omdat hij zat te campen. En ik sta nu achter. Nu gaat het niet meer goed, hè. Het gaat niet meer goed. Ik kom ze niet meer tegen op de plekken waar ik ze wil tegenkomen. Behalve jij dan. Kijk, dankjewel. Daar moet ik ze tegenkomen. Ik moet ze in die huizen tegenkomen. Maar er zijn er een paar echt hard gaan campen, zo te zien. En dat is niet echt relaxed gewoon, kan ik je zeggen. Oké, dankjewel. Dat was die camper. Dankjewel. Dan heb ik die nu alsnog. Zie je hoe weinig er hier lopen? Dat is gewoon jammer. Hoe meer mensen ik hier tegenkom, hoe meer kills ik kan krijgen. Want die Keldian staat op dit moment eerste. Hij zit helemaal
in het uiterste plekje van de map. Oh my fucking god. En hij loopt niet. Dankjewel dat ik stilgestaan. Dave. Thanks Dave. I like it man. Dan heb ik weer een killetje erbij. Zo. Ik mag slaan hoor. Anders komt er helemaal niks van. Hij gebruikt namelijk nu Flex Jacket. Hij is geswitcht van Clash. En hij is... Oei, jij camper! Maat! Fucking Duitser! Holy shit. Ik ga hem gewoon killen hoor. Elke kill is er één. En als hij stil gaat staan, Dave... Dan kill ik hem alsnog gewoon, want ik moet de kills krijgen nu ook. Oh, ze zijn zo zwaar gaan campen in één keer, hè. Ik denk dat ze bang zijn geworden voor mijn RPG. Oh, wacht, ik heb nog een nieuwe kogel. Lekker voor je, vriend! Alleen nu moet ik dood. Oh, wacht, hier ligt een nieuwe kogel. Zit er één achter me. Ligt er nog een nieuwe kogel? Nee, wacht, ik heb wel nieuws hiervoor. Ik sta op dit moment nog één kill achter. Of we gaan dit winnen. Ik heb zelfs een UAV gedropt, jongen. Holy shit. Jij bent echt een vieze... Oh! Die voor je, Aaron! Die voor je, vieze camper! Dat is wat je ervan krijgt, jongen. Dat heet nou keiharde karma. Op je geit zit hier weer te campen. Denk ik. Achter me. Mijn kogel doet niet. Maar. Ik snap het niet. De hele lobby is stil gaan liggen. Alsof ze bang zijn of iets om te verliezen gewoon, hè. Alsof ze bang zijn om te verliezen. Want ik own ze met een RPG in mijn handen. Dan moet je eigenlijk ook best wel schamen, ja. En dat zijn ze dus nu ook aan het doen. Want ze zijn gewoon kaart gaan campen in één keer. Maar daardoor sta ik nu wel achter. Die voor je, vriend. Geen scorestreak voor jou. Hij heeft gewonnen. Hij heeft nog maar één kill te maken, joh. Aww. Holy shit, waarom heb ik jou niet dan? Ah, ja, dat is die lul die Flagjacket heeft gepakt. Kut. Eén iemand is geswitcht naar Flagjacket Clash en dat is hij, jongen. Nee, ik heb niet gewonnen, jongens. We houden het erop. De campers overwinnen dit potje. Ik heb mijn best gedaan. Hij zit gewoon... Campers hebben gewonnen. Campers hebben gewonnen. Wat een balhaar. Ik zweer het je. Holy shit, ouwe. Iedereen was geracequit. Nou, dat snap ik sowieso wel. Want je wordt gekild door een RPG. Plus je speelt gewoon op echt één bizar kut mappie. En kijk dan, joh. Kijk hem zitten daar, hè. Zo. Wat een balhaar. Ga jezelf scheren, ouwe, daar beneden. In ieder geval, ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze video. Als jullie hebben genoten, dan natuurlijk subscribe op like. Bedankt natuurlijk allemaal voor het kijken. Bedankt natuurlijk allemaal voor de support. Als we met jullie erbij waren. En hopelijk ook weer. Tot de volgende keer. Bye bye mensen.